bells, jingle bells, jingle all the way. Jongens, het is kerst. De mooiste tijd van het jaar. Nee, lekkerste tijd van het jaar. Voor mij. Nee. En dan heb ik het natuurlijk over eten, drinken, hapjes, noem maar op. Maar kerst hoort natuurlijk eigenlijk gewoon super leuk te zijn, maar vaak bezorgt het ook gewoon een hele hoop stress. En daarom gaan wij vandaag iemand uit de brand helpen met een soort van... Saving the Christmas Dinner. Kan jij eigenlijk een beetje bakken? Ja, een ei. Nou, en daarom hebben wij natuurlijk een man uitgenodigd die er altijd iets van bakt. En nooit zijn vingers brandt. Het is... Van heel Holland Bakt, de winnaar... Hans! Tadaa! Hans, superleuk dat je er bent. Wij gaan vandaag iets heel leuks doen. Wij gaan namelijk een supergrote fan van jou verrassen. Mm-hmm. En niet zomaar iemand. Nee, namelijk... Maud. Maud is 17 jaar, kan heel goed dansen en houdt ontzettend van bakken. En ze is ook nog eens fan van heel Holland Bakt. En stiekem ook heel erg van Hans. En we willen haar natuurlijk wel op een spectaculaire wijze verrassen. Ja. En dan vraag ik me af, ben jij een beetje elastisch en lenig? Ik denk het. Yes, we zijn in Velserbroek. Heb je er een beetje zin in? Ja, ik wel. Denk je dat ja. Je erin gaat passen? Oh, bevalt het daar een beetje? Ja, het is beter dan buiten. Ja. Hey, als we daar binnen zijn, moet je niks zeggen, geen geluid maken. En pas als Maud jou gaat uitpakken, ja. Mag je daar springen. Dat was een soort feesttijd. Ik doe even. Wacht, ik ga je helpen, hè? Kom zo. Ik help. Oké, we gaan. Ik wil ook zo'n cadeau. Ze zit daar. Oei, 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 oei. Ja! Ja, we hebben een cadeautje voor jou. Victor Moeten, wij zijn Anne en Puk. Kook, Fest Chicks. En wij hebben vandaag een super gaaf cadeau voor jou. Hou je een beetje van kerst? Ja, altijd gezellig toch? En wat houdt kerst voor jou in? Waar associeer je dat mee? Ik denk vooral van gezelligheid en lekker met de boom inderdaad, cadeautjes, lekker eten. Hou je een beetje van bak- en kookprogramma's? Ik kijk altijd met mijn zus heel Holland Bakt, vinden wij ook zo leuk. Nou, wij hebben namelijk, zoals je ziet hier, een enorm leuk kerstcadeautje voor je. Dus ja, ik zou zeggen, pak het maar uit. Wat zou het zijn? Oh my gosh. Ja. Maar ik dacht altijd, oh, dat gebeurt nooit, weet je. Dat is altijd helemaal voor opgezet. Ja. Dat kan nooit. Maar het gebeurt gewoon. Hans, dit is dus Maud. Maud, Hans. Ja. Wij gaan dus vandaag iets superleuks doen. Ter voorbereiding op het kerstdiner hebben we Hans ingeschakeld om jou eens even de laatste tips voor de kersttaart mee te geven. Dus jullie gaan samen een supergroot kerstdiner maken die wij op gaan eten. Nee, is niet waar. We gaan het allemaal op eten. Zijn we een beetje klaar voor? Ja? Ja? Oké, laten we naar de keuken gaan. Yes, we zijn er in de grote keuken van Amsterdam. En Hans, wat gaan we bakken vandaag en wat ga je Maud leren vandaag? We gaan chocolade moelleus maken. Het zijn een soort lava cakejes. Opensnijd, dan komt er zo chocolade uit. Oh, lekker. En een fraisé, Franse aardbeientaart. Dan vraag ik mij, ben je al een beetje goed in de keuken? Ik denk dat er genoeg te leren valt. Heel veilig antwoord. Ja. Nou, zullen we naar het kookeiland gaan? Zo Hans, ik zie hier allemaal ingrediënten liggen. Wat ga je hiermee maken? We gaan beginnen met de lava cakejes. Dus ik heb hier lekker pure chocolade. Die gaan we even smelten met boter. En er gaat een klein beetje suiker in, wat bloem en een paar eitjes. En dat is eigenlijk heel simpel. Laten we aan de slag gaan. Ja. We gaan even beginnen met het smelten van de chocolade. Dat mag even op het vuur. Ik kan even jullie misschien vast de aardbeien snijden. Ja, leuk. Alleen de kroontjes eraf. Oké. Okay. En niet door midden of... Ook in de bakkerij altijd overal een klein beetje zout in. Leuk hoor, die Hans. De bloem mag je even door een zeef halen, dan weten we zeker dat er geen klontjes in zitten. Hans, heb je alle aardbeien ook geteld? Nee. Gewogen toevallig? Nee, dit is allemaal op te eten. Nee. Waar hebben we het over dan? Hans, ik haal nog even wat boter uit de kelder, goed? Jij hebt een beetje talent. Ja, volgens mij wel. Dit gaat steeds soepeler. Hans, wat ik niet snap, is dat jij zo slank bent. En dan heb je dus elke dag dit voor je neus. Niet te veel zelf eten. Dus dit niet aflikken ook? Nee. Ik ook niet. Nee, ik zou het niet doen. Dat zou ik ook niet doen als ik jou was, hoor. Dat hij beledigt je. Gaan ze afbakken. Nou is met lavacakejes altijd belangrijk dat die van binnen natuurlijk vloeibaar blijft. Dus hoe doen we dat? Gewoon heet bakken en heel kort.
Hans, ja. We zijn natuurlijk allemaal in die hete baksferen. Hoe zit het nou? Ben je eigenlijk single? Ja. Je hebt nog niet je keukenprinses gevonden? Nee. En moet ze kunnen koken? Of nou ja, dat neem ik liever voor mijn rekening eigenlijk. Keuken is altijd mijn terrein. Oh, jij bent zo iemand. Ja. Dat je in de relatie mag je niet met jouw eten bemoeien. Nou ja, dat mag wel. Maar opeten dan. En het maken doe ik dan. Nou, dat is duidelijk. Dus voor de vrouwen die denken van, nou Hans, leuke kerel. Doe even in de comments. Zeg even wat je van Hans vindt en misschien bakt hij wel een taartje voor jou. Het is tijd. Ja. Heel nou, dat zijn ze. Hey, en wil jij dit nou thuis heel graag opgestuurd krijgen, dus dit gebakje, dan kan dat niet, want wij hebben het al opgegeten. Hans, maar waar val jij nou op? Daar ben ik wel benieuwd naar. We zijn namelijk ook love doctors, dus... Ja? Nou, ja. Dat kan ik wel even uitleggen. Ja. Nou, ik weet genoeg. Voldoe jij aan zijn wensen? Laat het dan ons even weten in de comments. En wie weet wordt Hans wel jouw nieuwe kookprins. Nou, die lavacakejes waren heerlijk. Wat ga je nu verder doen met dit toetje? We gaan nu beslag even afmaken. Okay. Dan maken we biscuitplakken voor op de taart. Dan gaan we hem vullen met fruit en slagroom. Nou, als jullie dat hier lekker eventjes samen gaan doen, zetten wij er een mooi muziekje onder. En dan gaan wij de tafel opmaken. Wat zij dus niet weet, is dat we natuurlijk niet kerst alleen vieren. Nee, we gaan eerst eens even de tafel optuigen. En daarna hebben we de zus en een paar vriendinnen van Maud uitgenodigd. Dus zij zijn nu aan het koken voor hun en wij gaan het hier heel gezellig maken. En dan kunnen we daarna lekker allemaal peuzelen. Dit weet Maud niet, hè? Nee, trouwens, dit is een geheim. Oh, kerstman! Oh, wat leuk jullie zijn! Want we hebben namelijk hier twee vriendinnen van Maud en een zus van Maud. We moeten niet hard praten, want Maud en Hans zitten nog steeds achter te kokerellen. Ja. Maar wij gaan lekker aan tafel zitten. Dan komt Maud binnen met de culinaire partij. En dan gaan we lekker eten met z'n allen. Zullen wij eens even gaan kijken hoe ver ze zijn? Ja, laten we even gaan kijken. En de finishing touch van de taart? Oh, jongens, dit ziet er zo goed uit. Beetje sneeuw erbij? Ja? Maar ik durf dit bijna niet op te eten. Zo mooi ziet het eruit. Wauw. Oh, wauw. Nou, even applausen voor Hans en Maud. Echt heel mooi. Zullen wij naar het Fris Chicks kerstdiner gaan? Ja? Ik heb er zin in. Ja. Oké, okay, we hebben de tafel helemaal versierd. Dus als jullie dit meenemen, zullen wij zo eentje nemen dan? Thanks. Een date met 6 vrouwen, hè, nu aan tafel. Ja, dat komt niet vaak voor. Nee. Heb je nog een tip voor hoe je nou een taart het beste aansnijdt? Een warm mes. Gaan we er even op zitten. Niet thuis doen, hè, dit trouwens. Ja. Dank u wel. Ja, veel beter. Ja. Nou, Maud, aan jou de eer. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Ja, lekker? Ja, echt lekker. Maud en Hans, wat een heerlijk kerstdiner hebben jullie voor ons gemaakt. Dankjewel. Heb je veel geleerd van Hans? Ja, echt heel veel. Lekker de basis, dus dat moet goed komen nu. Nou, dus het kerstdiner komt al goed. Maar we hebben natuurlijk ook iets leuks voor me in huis. Jij krijgt Hans een schort. En daar gaat Hans natuurlijk handtekeningen op zetten. Hé, maar kijkers, we hebben nog een leuk schort. Dus wat gaan we doen? We gaan Hans nog een handtekening erop laten zetten. En als jij die nou super graag wil winnen, dan moet je even laten weten in de comments. En misschien komt hij wel aan jouw kant op. Nou, en vond je dit nou echt een super leuke video? Laat het dan eventjes weten in de comments. En vergeet niet je notificatie even aan te zetten. En dan mis je geen filmpjes van ons. Laat ook even weten of je Hans leuk vond. Maar dat kan bijna niet anders. Nee. Of je Frank lekker vond. Kan ook niet anders. Lekker vond. Merry Christmas!